Dat straks, maar we beginnen met voetbal. Want in Zuid-Afrika is op dit moment de loting bezig voor het wereldkampioenschap voetbal dat daar volgend jaar wordt gehouden. Wie speelt tegen wie en krijgt Nederland zware tegenstanders? Dat kan elk moment bekend worden. Tijdens een spectaculaire show wordt bepaald welke landen bij elkaar in de groep komen te zitten. Voetbalfans in de hele wereld zitten in spanning voor de tv tot het eerste balletje met een land erin wordt getrokken. Want het gaat allemaal om de belangrijkste voetbalprijs, deze wereldbeker. Het duurt nog even voordat er echt gevoetbald gaat worden daar in Zuid-Afrika. Het WK wordt gehouden van 11 juni tot 11 juli volgend jaar. De sterkste landen zijn groepshoofd. Dat zorgt ervoor dat ze elkaar in de eerste ronde niet kunnen tegenkomen. Ook Nederland hoort daarbij. Dat betekent bijvoorbeeld dat Oranje in de eerste ronde niet tegen Brazilië, Duitsland of Italië hoeft. De loting wordt gepresenteerd door actrice Charlize Theron. Maar ze maken er een lange show van daar. Nog heel even geduld dus voor de tegenstanders van Oranje. Waarschijnlijk wordt de uitslag van de loting vlak na onze uitzending bekend. Morgen zie je in het Jeugdjournaal wat de kinderen van de loting van Oranje vinden. En we proberen te voorspellen of Oranje daar in Zuid-Afrika wereldkampioen wordt.